And who's this coming up? It's all going mad here inside Mallory Park as we come up to the end of the World Professional Road Championship. And it looks like the Belgian has got this one. Monterrey has won. Monterrey has won. Van niemand die dat geloofde, zei van allemaal prof. Ik zei, een wereldkampioen. Ja, Roeselaar stond op zijn kopie. Toen heb ik eigenlijk echt genieten. Allee, zo jong en al wereldkampioen. Zij heeft het verre gebracht voor zo'n jonge coureur. Maar ja, het verdriet was dichterbij. Hij kon alles. Hè. Talent, dat was een supertalent. Dat is een polyvalente coureur. Hè. Sprint en van de rapste. Bergop was hij ook heel goed. En tijdrijden kon hij ook. Dus hij kon eigenlijk alles. Hè. Mijn ragazzo c'era. Aveva tutte le componenti per diventare campione. Intelligente, furbo. Scelta tattica della gara. E poi veloce. De manier hoe hij de koers won, het gemak waarmee dat hij reed. Hij had de fysiek, hij had de postuur, hij kwam goed voor. Hij had iets meer dan een andere. Hij had echt de kop van een kampioen. En je doet van kleins af een traplore geweest. Van hem dat hij gemaakt was, totdat hij ja, gestorven is. He. De Velo was zijn vriend. Hij heeft nooit graag naar school geweest. Want hij zegt, ik kan niet langer naar school gaan. Ik kan niet verder leren ook, want ik wil een coureur worden. Ik was te leren, ik was een goede leerder, maar ik moest heel leren nemen, de velo te houden gemeerst. Zo dus, we zijn tegen hem, ja, uit 70, per zandord van jouw lessen, heute mogen de velo hebben. Maar de belofte kwam, maar ja, we hadden 72 en de plannen nog een vierde. Zo dus, onze pleit was van de velo te geven. Bij de onderbeginnelingen werd Jean-Pierre Monseret uit Roeselare, die dat jaar 18 overwinningen op zijn naam schreef, nationaal kampioen. Deze Jean-Pierre Monseret wordt in september aanstaande 16 jaar. Toen ik jaar of 16 was, 17 worden, ben ik dan beginnen koersen in juli en augustus. En ik ging naar Erzbergen. En iedereen stond daar rond de kampioen van België en dat was Jean-Pierre Monseret, maar toen kende ik hem nog niet. Zijn ze, dat is Monseret, die gaan winnen vandaag. Ik zei, allee. Ja, dat is dan goed, hè, ja. En op een gegeven moment in de koers zegt hij tegen mij, is hij Vlaming? Ik zei, ja. Ik zei, hé, Monseret? Ja, ik zei. Hij zegt, een zieke kampioen van België, wij zaten, pas op, hè. En ja, we hebben het dan elkaar nog een paar keer gezien en we hebben dan iets beginnen drinken. Al iets gedronken achter de koers. En, dat klikte geweldig tussen ons. En hoe verder dat ging, hoe beter bevriend dat we waren. En toen belden we regelmatig. En, zeker bij de amateurs hebben we dan heel veel samengereden in die trofeekoersen. Eigenlijk was Jean-Pierre wel iets beter of mij, vond ik persoonlijk. Hij was iets rapper en nog iets intelligenter. Hij was wel heel goed. Toen ging ik gaan trainen. Ze waren weg van het snuis. 5 uur waren ze aan het trainen.
Mijn vader met een brommer en Jean-Pierre erachter. En tegen dat de achte in de negen was, of nee, was hem hier alweer tussen. En de andere zette hem toch nog maar aan. En ze kwam toch ook. Jean-Pierre, gaan we trainen? En ik zei, Jean-Pierre, oh, denk je vandaag geen hoesten. En ik zei, toch, goh, en dat weer coureur komt, en dat trein niet, en dan ligt hij als de banen. Maar ze vergat niet dat ze allemaal gedaan hadden met trein. Ze waren bedrogen aan dat manneke. Bedrogen waren ze. Want ze zei, ik win, je won. Hij won, ik win, zaten, hij won. Jean-Pierre Monseret reikt de overwinningen aan elkaar. Hij is de te kloppen man in de jeugdreeksen. Iedereen is beducht voor de jump van Jampi. En aan de aankomst wacht Annie, die al gauw zijn vrouw wordt. We zijn getrouwd, ik was 18 en Jean-Pierre 19. Maar ja, we waren nog zo jong. Hè. Dat was een hele knappe jongen. Dat was, ja, anders ging ik hem zeker niet genomen. Hè. Dat was echt een lieve en een lieve, lieve jongen. Ja. Jean-Pierre was altijd klaar voor een grapje. Ja. Dat was een paar liter. Ook in het buitenland leren ze Jampi Monseret kennen. In 1968 wint hij de Grand Prix Peugeot, een prestigieuze wedstrijd voor amateurs in Frankrijk. Monseret is niet meer te stoppen. In 1969 vertrekt hij als groot favoriet op het wereldkampioenschap voor amateurs in Brno, een stad in het toenmalige Tsjechoslowakije. Maar het was omdat ik had gelezen veel over Monseret in bladen. Hij was een van de meest winnende amateurrytter in België. Ik wist dat hij slå mig i en spurt als we kom hjem i Brno, så jeg var nødt til at prøve at komme af med ham. Nu var det en meget hård rute med en stigning på 3 km, og da jeg var god til at køre i bakker fra Danmark af, så vidste jeg, at det var det, jeg skulle prøve at sætte ind for at blive af med Monseret. Når jeg ser fotoerne bagefter, så synes jeg godt nok, at de ser lidt kede ud. Både Gustav van Rosbrug og Monseret ser lidt kede ud af det. Men de var også to belgier i finalen, og havde sikkert forventet, at en af dem skulle vinde og ikke blive snydt af en dansker. Alle grote ploegen staan voor Monseret in de rij. Hij is pas 20 als hij in september 69 zijn eerste profcontract bij Flandria tekent. Ik was tweede in de koers, dus men wist dat het een goede renner was. Het was een generatie die heel goed was. Le Mans, de twee Vlamings, Monseret. Het was een vrije lichting van als liefhebber. Dus ik kon ons verwachten dat er ook een tamelijk goede lichting beroepsrennen komen. Mijn kameraad hier zegt tegen mij, als je een goede renner worden, moet je niet blijven stilstaan en moet je overgaan naar de beroepsrenners. Ja, ik zei, Rosé, reed ik beter dan ik bij de liefhebbers. Dus moet ik ook wel mee kunnen. Dat is niet slecht. Die goede kameraad was de Rosé de Vlaming? Ja, dat was mijn goede kameraad. Dat was? Je bent het nog altijd toch? Ja, nog altijd, ja. We deden met alles samen. Ja, we gingen samen gaan trainen of zo. En dan stopten we een keer daar in een bakkerswinkel of zo. En dan probeerden we ons een record te vestigen zo, hè, met eclairjes. Dat was altijd eclair zitten. Hè. En ik had er 19 en hij 17 of 18. Maar, maar dan in Appeltaart was hij beter. Nu ze ook bij de profs voor hetzelfde team rijden, kan de vreugde niet op. Twee jonge leeuwen liggen op de loer, klaar om de oudere generatie op te peuzelen. Het duo de Vlaming Monseret was de nieuwe lichting. Noël Fauré had er me van gesproken, die ik dan behoorlijk goed kende. En die zegt van, dat zijn de Comingmans. Je hebt nooit geen dag moeite daarmee gehad. En je hebt daar nooit geen dag van geklaagd dat dat rapper er ging. Of bij de liefhebbers, of dat dat andere koersen was. Je kost hem direct aan alles aanpassen. Want hij stond niet, was nog maar... Hoe lang was een beroeprenner ook nog de Ronde van Lombardije won? 3 weken? Was een beroeprenner. Monseret toont meteen zijn klasse. Iedereen is verbaasd wanneer hij in oktober 69 als jonge blaag de Ronde van Lombardije wint. Hij is nog maar 1 maand prof en hij heeft al een klassieker binnen.
enkel de Superscum dat na een eerste jaar, dat is melksniveau, superniveau, de mannen die het eerste jaar zich bewijzen en op het hoogniveau meedraaien. Wow, wij stonden daar niet bij stil, wij koesten en we wonnen wij. En, we trainden wij samen en we waren wij bezig. Ja, mensen die pijsten wel dat hij zou al spelen allemaal. Hè. Jean-Pierre kon er echt zo gesappig over babbelen. Hij zegt, wie pijst in Brussel waar we dat nest hebben? Dat was West-Vlaamse taal. Maar ja, ik volgde hem daarin in. Ik zei, we gaan hem een keer. Hè. En met zo'n dingen waren wij bezig altijd. We waren wij al met ons koersen bezig. Hè. Maar wij wilden de indruk geven dat we er niks voor deden. Maar in feite trainden wij er heel veel voor. Sinds zijn 16e traint Montserrat met Jacques Delva. Een blinde kinesist uit de omgeving van Roeselare. Delva is een vernieuwer in zijn vak, die technieken uit het yoga en de gymnastiek introduceert. Montserrat en Delva vinden het uitstekend met elkaar. Ze stuwen elkaar naar de top. De zoon van Jacques, Michiel Delva, zag het van op de eerste rij. Mijn vader was er op slag. Hè? Ja, hij was er weg van, eigenlijk. Hè? Als hij de benen betastte en de rug. Maar je wist direct, ik heb er hier een vast. Hè. Dat is uitzonderlijk. We moeten stellen staan. Hè. Rustig en diep ademen. Na de oefensessie, dus je krijgt een sportman die eigenlijk echt zwaar getraind heeft. Dus daar moest automatisch een douche bij komen. Maar mijn vader had al vlug door dat je met warm water niet het effect bereikte dat hij wou. En hij voegde daar dus het koude water aan toe. En dat was in de hoek. Eerst kreeg Jimpy een beetje warm water. En dan moest hij in een vol bad gaan rollen om die totale reactie, hè, van teweeg te brengen in zijn lichaam. Van bloedvaten die samenknijpen, hormonen die vrijkomen in de bijnieren. En dan ging je weer naar het warm en weer in het koud. En je kwam uit dat koud water en je kreeg zo het gevoel dat je door de muur kon rijden. Hè. Er waren andere renners die zeiden, ja, maar ik verkrampen dat toch een beetje van het koud water. En Jumpy zei toch, ja, maar dat zijn mietjes, die moeten niet koersen, een Jacques. Hè. Dus, hij ging verder met de kampioen, hè? Ja. Op het Belgisch kampioenschap van 1970 in Ivoire worden de dure plaatsen voor het WK in Leicester verdeeld. Eddy Merckx is gebrand op de overwinning en wil voor de eerste keer de tricolore bij de profs. Je bent nog nooit kampioen van België geweest bij de beroepsrenners, zei hij. Nee. Ja, ik denk dat de kampioenschap toch, zoals van Segerfred, er moet toch altijd een beetje geluk bij pas komen. En ik denk, natuurlijk, je moet eerst en vooral goed rijden ook. Maar het geluk speelt ook een rol, denk ik. Jean-Pierre heeft een kampioenschap van België. Dus drie keer is achter Merckx weer gegaan, omdat hij wegliep. En de laatste keer heeft een rolleerde kombeer gehad en hij heeft gevraagd. Zou je dan misschien wel min bij jou zijn? Ik heb dan nog nooit gewonnen in heel mijn carrière. En waar zei ik? Ik ga me laten overlijden. En kijk, die heeft dan bij de groep gebleven. En Jean-Pierre heeft niet meer gesprongen, maar de groep heeft weer gekeken naar Jean-Pierre. Maar zijn bedrogende te komen en Merckx was weg. Merckx is alleen naartoe gekomen. En toen is Jean-Pierre dan daar gesprint. En zo is het mogen meegaan naar het wereldkampioenschap. Ze selecteren dat al op een koersgebied van kampioen van België. Dus de kampioen van België had al zeer mee, dus hij was zeer dat hij ging meegaan. Ik zei ze toen, die Merckx mag twee coureurs kiezen of drie. Voor BM mee te gaan, dus als Uip of Flik Oe. En hij zei dat Jean-Pierre, dat neemt Jean-Pierre mee vroeg. En er waren er dan velen in dat dat kwalt bloed geschept had, dat neemt mochten meegaan. Nou, de jongen van Baan, de kuppen. Ja, maar het was toch geen gewone meneer prof. Hè. Als je ziet, zijn op mars, je kon toch wel zien dat het iemand is die
die iets meer kon dan een gewone neoprof. Als ze meegegaan is naar het WK, is wel daar tegenover iets stond dat hij zijn plaats wil verdienen om naar het WK te gaan. Want de plaatsen waren heel duur in die periode. En kort voor het WK is er Parijs-Luxemburg. En Jean-Pierre wint daar in helse omstandigheden de eerste rit. En mijn vader zegt ook, kijk, het bewijs is er. Je hebt die rit gewonnen. Je staat er weer, je bent er klaar voor, maar... Stap eruit uit die ronde en recupereer verder. Maak dat je met echt opgeladen spieren aan dat WK kunt beginnen. Het plan was wel duidelijk, het WK winnen. Zonder de aandacht te trekken, om zeker geen favoriete rol naar zich toe te halen. En ja, daar was hij grootmeester in. In toneelspelen kon hij als geen ander. Jean-Pierre, jij bent een favoriet. Dat wil wat zeggen. Gelooft jij erin? Nee, persoonlijk niet. Ik krijg goed, maar ik geloof er niet van te kunnen winnen. Als je geen ongelukken had en geen, of niks tegenkwam, dat hij niet ver van de titel ging. Ja, dat zuiden de avond had tamelijk goed laten verstaan dat hij morgen heel niet ver ging zijn. Ik krijg goed, maar ik geloof er niet van te kunnen winnen. Waarom niet? Ja, ten eerste geen zelfvertrouwen en ik weet niet. Ik ga meer rijden voor de ploeg, denk ik. Waarom heb jij geen zelfvertrouwen? Ja, waarom? Ik weet niet. Ik weet het zelf niet. Het tweede kampioenschap was hij in vorm. En dat superforma, zei hij, moet je kleren meenemen. Dat was van veel koers, mooie kleren mee, omdat hij dat wist, ja, dat receptie had. Dat wist ik, ja, hola, gevaarlijk. Mooie kleren mee was in de drie eerste. Jean-Pierre Monseret ruikt zijn kans om wereldkampioen te worden. Maar de Belgische ploeg heeft te veel kopmannen. Ook Merckx, Godefroot en de Vlaming hebben hun zinnen op de regenboogtrui gezet. De discussie over de te volgen ploegtactiek loopt hoog op. Men heeft ons gevraagd om niet tegen elkaar te rijden. En waarom zouden wij tegen elkaar rijden? En ik zou zelfs mijn plicht doen, zoals ze het gevraagd hebben, om eventueel een ander Belgische renner te doen zegevieren. Maar ik zou dan graag willen dat ze over iets spreken. Zoals bijvoorbeeld ja, dat ze een premie beloven, maar er is nog over geen premie gesproken. Ja. Indien andere renners van andere ploegen bereid zijn voor mij te rijden, ja, dat, en moest ik winnen, dan zou het helemaal normaal zijn dat ik die renners daarvoor zou iets moeten geven. Wie zijn werk doet tijdens de wedstrijd, kan er gesproken worden en kan er betaald worden eventueel bij een overwinning. Maar voor de wedstrijd vind ik het niet logisch. Die jonge renners, de Vlaming Monseret, werden aanvaard. Merckx, Verbeek en ik en de anderen, dat zijn collega's. We stonden niet meer getrokken mest tegenover elkaar. Maar er was geen eenheid. En ze move off voor de championship of the world. Ja, als mij met de bus naar de start reden, was hij op me bezig. Goh, ik wil hier winnen vandaag en me gebeuren wat dat wil. Dat hij attent ging zijn en zitten, zei hij tegen mij, zitten. Je kunt zien dat je niet tegen Mirit ook wegziet en alles. Allemaal van die dingen. Wat zegt die hier allemaal? Jean-Pierre, hij moet dat toch weten dat ik tegen hem niet rij. Ja, als je met zo'n vriend zit, dan zit hij bezig. Ja, als hij weg is, moet ik niet rijden. En moet zien dat ik eerst weg ben. Hij zei wel vrienden, maar je wil wel zelf winnen. Hè. Allemaal jongens met ambitie. En ja, de ene wou... De koers zou wel uitmaken wie dat kopman zou worden. En dat is ook zo gebeurd. Monseret rijdt een heel attente koers. Van bij de start gaat hij mee in elke ontsnapping. Als er geen ontsnapping was, Monseret was mee. Geen ontsnapping was, altijd was Monseret mee. Om toch maar niet in de positie te komen van te moeten afstoppen of ploeg moeten spelen. Nou, dat heeft hij hem toch al voor de eerste keer werkelijk geprofileerd als een groot renner. Halfweg het wereldkampioenschap.
Na een zoveelste ontsnappingspoging komt alles weer bij elkaar. Het harde labeur van Montserrat lijkt voor niets te zijn geweest. Het wordt menens als op 50 kilometer voor de aankomst de Italiaan Felice Gimondi er vandoor gaat. Il circuito non era molto duro, però c'era vento quel giorno lì e quindi non essendo duro io non ero veloce e ho dovuto cercare di fare la corsa più dura possibile. Sono andato in fuga a circa 160 km d'arrivo. Quando andare di marcia gaan, ik zei tegen die, wat denkt u ervan? Zegt hij, als er niet koest, of als er niet koest wordt, zal Gimondi en Van Zijl voorop blijven. Dat ben ik maar een paar keer gedemareerd. Ik zal nog niemand niet zien, maar alleen het gaat doorheen. Dan ben ik daarin gelukt en ze zijn me voorop gebleven. Voor de zoveelste keer gaat Montserrat in de aanval. Er ontstaat een kopgroep van 6 renners. Dit lijkt de beslissende vlucht te zullen worden. So here they come, this leading group of 6 riders. Gimondi of Italy, Vasseur of France en Jean-Pierre Montserrat of Belgium. Leif Mortensen of Denmark, champion of the world as an amateur last year. Ruxel of France and Les West of Great Britain at the front of the group at the moment, the champion of Britain. Coming through the S-Bend at Newbold Verdant Village with about 6 miles to go, the breakaway group of 6 riders who lead by 45 seconds on the main field in an absolutely tremendous World Professional Cycling Championship, which is now approaching its climax. Montserrat was in een goede ontsnapping en ik denk dat ik eerlijk het spel gespeeld heb. Alhoewel dat er anderen waren die gevraagd hadden om wat gaan we doen, ik zeg gewoon afstoppen. Niet iedereen van de Belgen is het daarmee eens. En bij sommigen haalt de ambitie het op de afgesproken ploegtactiek. Ik weet dat ik weggesprongen ben, ik denk de laatste ronde. Het was een kleine elling, ik was met Verbeek en Bitossi. En ik was heel goed genoeg om wereldkampioen te worden. En toen op die elling ging ik vol door en Verbeek riep, au, de fout van mijn leven heb ik gemaakt. Om te wachten achter Verbeek. There they are, Godefroot in the front from Bitossi. And just behind, Verbeek. Two Belgians and an Italian and the brakes coming from the bunch now as they put on the pressure to try and catch them. This is going to be an absolutely tremendous storming finish here in Mallory Park. As they come round with just about a mile to go, the pressure mounting. And here they come, really trying to go. Montserrat makes an attack, doesn't make it. Gimondi comes up alongside him. Montserrat looks back to see where the bunch are. Montserrat may be thinking about Merckx, because Merckx he's got to guard. Having a look at the others as they come through. Jean-Pierre ha provato una volta o due, però io ho sempre andato dietro. E dietro noi, a pochi secondi, c'era Bitossi, e Godefroy e Verbeek e quindi non volevamo farli rientrare perché sennò si mischiavano di nuovo le carte. Era meglio lasciarli dietro, no? They're all looking behind them because they know that they can get caught. Praticamente io avevo parlato con Jean-Pierre per vedere se lui tirava volata lunga. Non abbiamo parlato di soldi, però le avevo chiesto di tirarmi la volata. È chiaro che dopo vincevo, dovevo dare anche qualcosa. They've got less than a mile to go now and the crowd are standing on their feet inside the pack stands. There's about 50,000 people in here and they're roaring off their heads as this group comes down towards the finish and coming into the stadium. Vasseur leads them as they come round. Ude på den sidste omgang, der siger Alain Vasseur til mig, jeg vil køre spurten for dig. Men Alain Vasseur lader sig falde tilbage fra Gimondi og Leslie West, så lige pludselig så er jeg et lille stykke efter. Frem for at Vasseur, jeg opdager så, at Vasseur vil slet ikke køre spurten for mig. Jean-Pierre er partito lì. Io dovuto non potevo più uscire perché qui ero la corda, ho dovuto tornare indietro e uscire di là, ma ho fatto altro che tirare la volata a Mortens. Op dat moment beslist de BBC de achtervolgers in beeld te brengen. Een jammerlijke beslissing, want buiten het oog van de camera plaatst Montserrat zijn verschroeiende jump. Niemand kan hem volgen in zijn sprong naar de eeuwige roem. It's going to be an absolutely tremendous finish. After 160 miles of racing, the group is splitting up.
and everybody is going like lions for this one, straight into the teeth of the headwind. Everything's going, the attacks are on, and this group are still together. Absolutely tremendous, this attack, and they're all going for it this time. We come back up to the front, and there they are. There's just three of them left as they come round the corner, and West is still with them. This is tremendous. Chimondi is in the front, and I think it's Vasseur, the Frenchman, in second place, and West of Great Britain third. And who's this coming up at the back? This must be the man that's in the front at the moment, who's broken away from them. It's all going mad here inside Mallory Park as we come up to the end of the World Professional Road Championship. And the crowd are roaring for this, and it looks like the Belgian has got this one. And it's going to be Monceray get this at the line, and West is at the back. Monceray has won, Monceray has won. Mortensen is second, Chimondi third, West is fourth. But what a tremendous piece of riding there by Jimpy Monceray, who slipped away almost unseen by the cameras, by everybody, as he made his bid for victory. Achter de meet is hij van eerste keer tot bij mij gekomen. Het eerste dat hij zei, mijn premie is er al aan. Dat was het eerste die zei, mijn premie is er al aan. Ik had die twee Fransen in de slag gepakt. Monceré is wereldkampioen. Daar was werkelijk niets meer aan te doen. Nog Merckx, nog Oudeprook. Jean-Pierre was veel te groot. Dan heb ik er echt niet van niemand die dat geloofde. Hij zei van allemaal, prof, zijn weer een kampioen. Maar nadien zei, die kwam daartoe alleen, jongens. Echt, dat is dan een moment. Op een moment begrijp je dat nog niet. Maar nadien dat je begint te beseffen, mag ze een wereldkampioen. De renners reden daar, gezwind de titel van de wereld. Maar mensen, wie gaat dat verwachten? Een jongen van ons kan. In ieder roept nu pleeggezind en zingt door ganse tand. Monceré is wereldkampioen. Als je ziet welke lichting dat er toen aanwezig was, dan spreekt de lichting van mijn generatie, zowel de Italianen, Fransen, Nederlanders en zo. En je komt als nieuwe prof daartussen en je leidt je wedstrijd zoals je die geleid hebt. En je wint op die manier, ja, dan is het zeker dat je iets meer kunt dan zijn anderen. Is dat maar schande dat ze zijn gekomen. En je moet bij de gebeuren van hier, kost niet rendussen. Ja, je honk hebben niet op zich gemak kunnen eten. En wij hebben toch gekomen dat we allemaal met deden en stond daar door de vensters. Voor de mensen, ja, gerust te staan natuurlijk. Wat was hier gaan doen dan? Je kunt dat niet beschrijven wat dat is, ja, weer een kampioen worden. Dat is het hoogste dat je kunt brengen, niet. Wie had dat gedacht, zeg? En wel, denk ik. Want de mooie kleren waren mee. De jongste naoorlogse wereldkampioen wacht een moeilijk seizoen. Flandria telt te veel kopmannen en allemaal willen ze een hoofdrol spelen. Monceray gaat twijfelen. Een mooie aanbieding van Salvarani, de Italiaanse ploeg van Felice Gimondi, lonkt. Moet hij wel bij Flandria blijven? Io lo volevo nella mia squadra perché avrebbe fatto buon gioco anche per me, perché ero più forte nelle gare a tappe, lui per le gare di un giorno, quindi avremmo dato alla Salvarani un equilibrio tecnico-atletico ad altissimo livello, hai capito perché lo volevo? Na zijn wereldkampioenschap titel dat er niet wel naartoe geven, dat is nog een jaar bij Flandria gebleven. Maar hij zag ook dat het in de ploeg onhoudbaar werd. Hij wilde ook enkele uitgesproken kopman zijn. Je wilde een ploeg rondom hem, echt een ploeg, ja. Er ging alles iets problemen komen ze, maar met vier kopman kon je niet blijven, hè.
We zijn een trui als wereldkampioen. En je wordt niet 100% erin gesteund. Dat kon niet ook in die structuur, ja. De Vlaming kon het maar moeilijk nachtspelen van een monster. En omgekeerd ook. En een nennekot met 3 jongens of met 4 jongens, had dat niet, hè. En dat was een 3 jongens te veel. Ik ging Jean-Pierre, maar ik weet niet waarom, maar voor Jean-Pierre kiezen in ieder geval. De beloftes die hem gedaan geweest en na het wereldkampioenschap zijn nooit kunnen ingelost worden. Hè. En ja, Paul Kloos zeggen wel, ik heb 100% voor Monster gekozen. Maar dan moest hij van in het jaar nadien al gekozen hebben voor Monster. En iedereen die aan de start komt, in de koersen en vooral in West-Vlaanderen dan nog, rijdt in diensten van Jean-Pierre Monster en daarmee gedaan. Hè. Hij is tenslotte van rekening wereldkampioen. Hè. Niet alleen de ploegtactiek stemt hem ongelukkig, ook de vriendschap met Roger de Vlaming leidt onder de regenboogtrui. Jean-Pierre heeft wel letterlijk tegen mijn pa gezegd, kijk, ik ben onze vriendschap, hè, met een beste vriend, Roger. Dat is hetzelfde niet meer sinds die trui. Jean-Pierre was wereldkampioen, dat je daar in je binnenste wel een beetje jaloers voor zijn. Dat is toch logisch dat je er jaloers, je moet er jaloers voor zijn, hè? Maar je moet het niet laten zien. Hè? Allee, dat zoiets vind ik toch. Je wint altijd liever zelf. Ik zou er veel voor gedaan hebben. Natuurlijk niet alles, want je hebt tenslotte je eigen carrière. Hè? Maar Jean-Pierre moest een vriend bij van mij. Ik zou er echt vanaf doen en toen dat het een beetje minder ging. Zo, hè? In de winter van 1971 zien de boezemvrienden van Weleer elkaar maar zelden. Jean-Pierre Monseret traint wel bijzonder hard met Jacques Delva om in de beste conditie aan het nieuwe seizoen te beginnen. De lat ligt hoog. Jean-Pierre was enorm ambitieus en wilde werkelijk, hij wilde de hoogste ladder bereiken. Die wilde naast Merck staan eigenlijk. Hè. Na het succes van het WK waren ze echt heel goed bezig. Ze hadden een plan, hè, in die, om er echt iets van te maken in 1971. Hoor. De eerste volgende opdracht was eigenlijk Milaan-Sanremo. Maar die is er nooit gekomen eigenlijk. Hè. Bij de voorbereiding op Milaan-Sanremo is het meteen raak. Monseret wint 2 ritten en het eindklassement in de Ronde van Andalusië. Maar hij wil ook pronken met zijn regenboogtrui dichter bij huis. Hij wil de voorjaarskoersen in West-Vlaanderen winnen. De verstandhouding met Roger de Vlaming is helemaal zoek. Jean-Pierre wilde de koersen in West-Vlaanderen winnen. Dat was tegen Jean-Pierre zijn deur. Ja, de Vlaming was hem te vroeg af. Ja. En hij heeft dan niet kunnen rechtzetten met de ploeg. En ja, er zaten al een paar strubbelingen in het dood uit. Ze reden met elkaar wiel dan. De Vlaming en Monseret. Dus die twee hadden een beetje dom te rijden. Roger had hem daar een beetje geduffeld en iedereen zat te kijken. Sandra spierde de serieuze woordse gebabbeld terug in de kleerkamer in Brugge. Ja, hij was gebeten. Hij was echt gebeten. Monseret roept mij, ga ik binnenkomen hier. Dus wat dat naar me verkleedde, dat was in een café daar op zand. En toen heeft hij gezegd, toen ik mijn win zijn zaterdag Milaan-Sanremo. Maar we moeten overeenkomen. Als we het doen, liep dat meer dan tegen elkaar in, kan het niet aan. En om niet overeenkomen, ik liever naar Milaan-Sanremo niet te gaan. Of dat, dus en toen heb ik gezegd tegen Noël, ik zei, Noël, ga je naar de twee Vlamings, omdat het ook van Eeklo is. En morgen ga je alle drie naar Rien. En ze gaan hem maken dat morgen Jean-Pierre wint. Dus dat een overtuiging heeft dat ze nu 100% erin voor elkaar. Maar ja, niet veel goesting eigenlijk voor mij te gaan naar Reti. Ik zei, ja, we gaan trainen. Ik zei, we gaan 120 kilometer meer rijden. Want het was niet al te goed weer. En ik zei, dan stappen we af. Ik zei, gaan we niet dan moe vooral. En is het dan afgekomen naar Eeklo. Toen zijn we samen vertrokken. Hè. Ik dacht, een beetje de vriendschap herstellen. Zo. Maar we hebben nog veel leuten gehad in de auto. Ja, dan
dames en heren, sportliefhebbers. Wij heten u allemaal bijzonder hartelijk welkom in de rating. Vandaag is het de 38e herdenkingsprijs Jean-Pierre Monseret. Je is nergens bij mij gekomen rond een 10. En je zegt, oh ja, moet ik zeggen, ja, van Flandria naar Reti gaan rijden. Hij is van Bios naar Vlamings gereden en is naar hem gaan kleden in Reti bij een pastoor. En je zegt tegen die pastoor, kijk, hij heeft hier mijn horloge, mijn ketting en dat kruisje dat we mee hadden van Andalusië. En het is dat niet meer weer komen zeggen, hè, zou je dat wel nep zijn. En meen dat achteraf weer gekregen. Dus hij had ergens een voorgevoel dat er ging zijn. Aangezien dat hij zo gezegd had. 38 jaar geleden, op maandag 15 maart 1971, verongelukt Jean-Pierre Monseret tijdens een kermiskoers in Reti, in de Antwerpse Kempen. Ter hoogte van Lille rijdt hij nog samen met Roger de Vlaming in de kopgroep, die een waaier heeft gevormd. Halfweg de wedstrijd laat Monseret zich uitzakken naar de laatste plaats in de groep, kijkt een ogenblik achterom en bemerkt niet de stilstaande wagen waartegen hij aanrijdt. Jean-Pierre Monseret, amper 22, overleeft de klap niet. Maar we hebben vertrokken en na een kilometer of 60, 70 hebben we vooruit gereden met 17 man. En een waaier en het peloton lag op 2 minuten zeker of zo. En ja. Het laatste dat we gezegd hebben was dat we gingen stoppen in de rit, dat we gingen afstappen. Ik zat in een tweede waaier, dat weten we al zeer goed. En we zien bij een valpartij, ja, dat was een 300-400 meter aan ze voor ons worden. En je ziet geen valpartij, je ziet geen iemand vliegen. Ja, maar ja, dat gebeurde er zoveel. En toen ik de rem van zijn leven dichtknop, zag ik dat Monseret er op straat lag. Ja. En dat worden, ja, de eerste zicht vond ik dan niet zo ernstig. Want ik zag een beetje bloed aan zijn knie. En op een duur verscheen er wat bloed uit zijn neus en uit zijn oor. Maar kwam er geen beweging meer in, die bleef er zo roerloos liggen. Ja, zo roerloos, ja. We hebben direct geremd, hè. Dat was zo'n slag. Zo. Dat je nog nooit in je leven niet had gehoord. Zo. En ja, we zijn direct gestopt en teruggekeerd. We waren nog geen 100 meter verder. Ja, tegen 50 per uur. Bepaalde mensen worden in paniek, hè. In plaats van er kalm met te blijven, ja, ik weet het wel, een monster ligt erbij, maar er was iets onwezenlijks, dat kon bijna niet gebeuren, niemand meer wereldkampioen en daar zou liggen. En dan die vrouw die zo onwezenlijk in een wagen zit, ja, daar komen verwijten van. Hè. Maar gelooft dat allemaal niet, hè? Ze dat aan het roepen en aan het killen. En dat is dan moeilijk, om je zult tuiten dat je verder gerezen bent en al die verwijten en kijk wat je gedaan hebt. Maar ja, niemand doet iets opzettelijk. Hè. Dan is er dan een andere meneer bijgekomen, ik niet weten dat er een dokter was, dat is misschien een te grote, maar ik kan echt niet meer zeggen wie dat was. En ja, pak dan een afslag aan het kuren en het is gedaan. Ja. Die man die lag daar. Wegenloos, geen bloeding te zien. Eerst een indruk, dat was helemaal, die man is dood. Tweede vraag die we zullen stellen, is hij inderdaad dood of kan hij gereanimeerd worden? En dat gaat natuurlijk allemaal heel rap. Nee, dat gaat hier niet. Het is plots overleden. Dan de omstandigheden van het ongeval die me uitgelegd worden, dan kan alleen dat de oorzaak geweest zijn. Het geeft mij nodig een nekslag. Hij was de laatste renner. Hij zal achter hem gekeken hebben, zeker wat dat peloton zat of zo. En is hij op die Mercedes geknald. Die Mercedes stond een beetje aan de kant zelfs. Ja, we hadden heel de baan nodig, geen waaiers. Jean-Pierre moet achter hem gekeken hebben waarschijnlijk. Dat kan niet anders, want hij kon ook heel goed sturen met zijn fiets. En, het is eigenlijk onbegrijpelijk, hè. Dat is
als nood naar toeslaat. Laatste ronde. Ik was altijd mee. Altijd was ik mee naar de koers. En ja, Reti was ik er niet bij. Hè. Ik moest inpakken, ik moest zijn valies klaarmaken, hè, voor Milan Sanremo. En we luisterden op de radio naar Paris-Nice. Zijn kameraden zaten in Paris-Nice. En plots, om 3 uur of 2:45, een speciaal bericht dat de wereldkampioen verongelukt was. Maar met het moment, ik besefte eigenlijk echt niet. Wat, ik kon het niet geloven, ik besefte het niet. Dat ik naar de buren gelopen. En toen zag ik ja, dat het degelijk Jean-Pierre was. He. Ik zag dat aan de buren, dat Jean-Pierre was. Iedereen liep op straat en was in paniek. En, nou ja, dat was... Ik ken de heren voor. Ik zou hem verongelukt met noten, maar niet met zijn fiets. Het was een kat op zijn velo. Maar ik zeg, voor mij, door dat mes te geweren, de nood te laten gezien. Je kunt het niet verklaren, je het niet kunt verklaren. Jean-Pierre heeft niks gezegd, he. Maar hij was op de slag weg. En voor mij heeft hij nooit die nood gezien. En die juffrouw kon ze niet aan de kant gaan, want er was niemand die voor haar reed. De jonge Josephine Lammens rijdt die dag nietsvermoedend de koers tegemoet. Ik wist niet dat er koers was. Nee, niks van gehoord. Nee. Ik heb niks zien staan. Niks. Geen zijgeers of niks. Want dan had ik niet doorgereden, want dan had ik gestopt hè, tot de koers voorbij was. Hè. Ik heb niks gezien. Is er al ooit bij de wedstrijden die jullie georganiseerd hebben de zwaantjes mee betrokken geweest om dus de wedstrijd te beschermen? Zeker, meneer Simans, tot over enkele jaren. En dan hebben ze mij de zwaantjes ontnomen. En daar heb ik heel veel... Wie ze? Wel, dat is natuurlijk de hogere instantie. Was er een aanvraag bij de Rijkswacht voor deze wedstrijd? Nee, meneer Simans. Omdat wij dus bij ondervinding... En zelfs de Rijkswacht heeft me dat daar juist nog verteld... Als dat het onmogelijk is om bereden Rijkswacht te krijgen... wanneer dat het geen klassieke wedstrijd is. En om die reden zouden wij geen beroep kunnen doen op bereden Rijkswacht. Ja, ik kwam van Giel en ik reed naar Lul. Ja, en niet eens was de koers daar en dan ben ik opzij gegaan. Dat compleet stil stond, want ik stond compleet op het gras. Toen ga ik die koers zag aankomen, ben ik opzij gegaan, hè. En dan is die op mijn auto gereden, dus de linkse kant op die wat gevlogen. Hè. Dus de linkse kant erop gevlogen. Maar ik zeg, die juffrouw heeft al haar schuil dan. Al zoveel of dat minder zijn schuil deed. Dat was zijn beroep, dat was zijn bestaan. Je hebt er niet kunnen van genieten. Deur dat ongeluk, hè. Dat was haar. Ik kon er niet mee. Ik kon niets meer zeggen, niets meer. Geen afscheid nemen, dat was haar. Dat vond ik wel. Heel haar. Ik zal het nog niet vergeten, ik heb het nieuws gehoord. Ik zat in Parijs-Nice, in Montereau, in een klein hotel. En ik moet zeggen, dat heeft zwaar beproefd. Ja, dat was een serieuze klap voor mij. Ik was er echt niet goed van. Ik moet zeggen, ik ben direct op mijn bed gaan liggen en ik heb geweend. Omdat ik vond het heel erg van het te vernemen. Ik had iets voor Jean-Pierre. Ik kan dat niet uitleggen waarom. Het was een serieuze schok in dat peloton. En dat peloton was ook een jongen die enorm de wielersport populair maakte. Ja, ik zeg, die liet niemand onberoerd. Hè. Dus dat, ja,
was toch een serieuze aderlating tegen Montserrat wegvallen. Ja. Peccato, peccato perché a parte quello che può essere un atleta, però cosa aveva 22 anni Jean-Pierre? 22 anni è tutta una vita davanti come uomo, come marito, come papà, come tante cose, insomma, più importanti che vincere le corse, ecco. Het zijn wel zware momenten geweest. Van, dat is logisch, als je een goede vriend verliest. Dat is, Toen ik zijn kist opgenomen, dan heb ik beginnen wenen. En daarvoor heb ik geen ene keer geweend. Zo, raar. En, Het zijn geen momenten van nog een keer mee te maken. Dat is, Ja, dat wat spreekt, maar... Nou, trouwens, ja, zo neem ik geen vrienden meer komen te zijn. Lekker in de jeugd. Dat kon ik absoluut niet meer gebeuren. Dat weet ik ook wel. Maar ik was een goede vriend kwijt. Ze zijn ook vrije vrienden geweest. Jean-Pierre was altijd met de kleine was altijd mee met hem. Altijd mee, dat was zijn kind, dat was, mocht er dan niet aankomen, dat was zijn hot. Dat was zijn hot. Die reed mee op zijn fiets rond in de straat bij ons. Dat was echt ja, een bezorgde vader. Hè. Ja, lieve vader, ja. Giovanni was zijn hot. Giovanni was eigenlijk heel Jean-Pierre. Mijn leefde eigenlijk verder voor Giovanni niet. Ja. Omdat men zag wat karakter, wat streken, wat doen er hier. Alles dat kostte pijn was Jean-Pierre. Dat zijn twee dezelfde. Die ogen, die... Dat hetzelfde. En op die fiets ook. Giovanni, dat was altijd maar die fiets. En die had de fiets gehad van Freddy voor zijn eerste communie. En dat was altijd maar fiets. Ik heb van alles gekocht. Een bals, auto's, om mee dus niks aan fiets. Dat was opstaande fiets. Als hij met zijn koersfiets ging rijden, moest hij de uitrusting aan hebben van een renner. Met een wereldtrui en een naam. En... Ja, het was een monsterietje, hè. Coleriek. Je zei dan ook, ik ga koersen met mijn papa. En je moest de kleren aanheen, met zijn papa. Dan moest Jean-Pierre had ervoor gezorgd, je had alles in het kleine. Je had een buiken van wereldkampioen. Ja, je was dan nog zo klein, je was maar 28 man, moet je zeggen. Je had een buiken dan. En ook een beste velootje kostte erin. Je had er rode buikjes van, in het kleine. En je had de savatjes aan. Je had sleffertjes. Maar ze waren te groot, die werden dan niet. Dat moest de juiste zijn. Dat moest de zin dat ik zei papa. En voor zijn eerste communie had hij een fietsje gehad. Een koersje fietsje met de trui aan van Jean-Pierre. Weer een kampioen trui. En ja, hier een straat verder is die verongelukt. Ja, en vijf jaar tijd. Dat is ook een kleine... En dan nog met de fietsje dat ik gegeven had. En die zat dan met de fietsje. Ik heb het ook nog, ik heb het niet meer teruggezien. Heel dezelfde manier van Jean-Pierre, ja.
En dezelfde, ja, hetzelfde truitje aan, dezelfde manier. Ook op die hoek van die auto, hetzelfde ongeval. Ja, hetzelfde. Ook met zijn kameraadjes, met vier waren ze. Natuurlijk Giovanni op kopie. Ja, die moest altijd winnen en altijd op kop zijn. Hetzelfde van Jean-Pierre, altijd maar erin voor te winnen. Niet. Weer dezelfde. Ja, Giovanni. Dat is de grootste krachthuis. Van Norleman. Dat is de grootste klokhuis. Jean-Pierre is een grote klok, maar Giovanni. Mama deed het niet meer van hem. He. Maar niet meer over. He. Het is toch zus, he. Het waren spannende jongens, hè. Maar voor de eerste spannende voor op de wereld met mijn bloemen.